We zijn vandaag in Sunpark Smol, waar de kerstverse finalisten voor Mr. Gay Belgium 2019 zijn gekozen. Tijd om ze beter te leren kennen. Bij mij heb ik Aaron zitten. Dag Aaron. Hallo, dag Bart. Alles goed? Ja hoor, dank u wel. Hoe heb je het afgelopen weekend al ervaren? Zeer stressvol, zeer interessant. Veel bijgeleerd, veel mensen leren kennen ook. Zeer leuk. Oké. Ben je blij dat je erbij bent? Ja, absoluut. Zeer blij. Oké. Naar wat kijk je het meest uit de komende maanden? Ervaring die ik zal opdoen. De leuke evenementen dat wij zullen bijstaan. Oké, super. Bij Mr. Gay Belgium vertegenwoordig je een thema. Welk thema heb jij gekozen en waarom? Ik heb voor coming out gekozen omdat ik vind dat er nog steeds taboe is rond coming out op de werkvloer, ook richting het platteland. Mm-hmm. Niet alleen in de grote steden. Daarom heb ik dat gekozen. Mm-hmm. Heb je zelf ooit te maken gehad met discriminatie? Nee. Daarom juist dat ik juist wil dat thema kiezen, omdat ik merk waarom lukt het bij mij wel en niet bij iemand anders. Daarom heb ik dat gekozen. Okay. En heb je een idee hoe je dat concreet gaat aanpakken? Met een stevige campagne. Super, ik kijk er naar uit. Goed, ik ga afsluiten met een paar luchtige vragen. Vroeg gaan slapen of stevig feesten? Stevig feesten. Oké. Okay. Film thuis of een avondje bioscoop? Film thuis. Oké. Okay. Bier of wijn? Wijn. Saus erop of saus eronder? Erop. Oké. Okay. Een kus of een knuffel? Knuffel. Waarom? Dat heeft meer warmte. Een kus is... Ja, dat heeft meer warmte over het heel van je lichaam. Oké, en met dat warme antwoord zullen we afsluiten. Bedankt Aaron en ik wens je heel veel succes toe bij Mr. Gay Belgium. Dank u.